Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik een challenge ga doen. Ik ben hier niet alleen, ik ben vandaag met Jasmijn. Wat gaan wij vandaag doen voor challenge? Want we gaan een challenge doen. Raad de stem. Dus we hebben nog helemaal niks uitgekozen voor onszelf. Dus we zoeken zo meteen gewoon een filmpje op. En dan spoelen we hem bijvoorbeeld even kijken. Stel, spoelen we hem even zo door. Ik spoel hem even zo door. En dan moet je toch dan 10 seconden mag je luisteren. En dan moet een van ons kiezen wat we willen. Of een van ons de stem raden. Bijvoorbeeld de sponsjes van Real Techniques of een Ecotools. Het volgende sponsje zit in dit zakje. Het is eigenlijk niet echt een sponsje, want hij is gemaakt van rubber. Het lijkt op een splender, maar zoals ik al zei, gemaakt van rubber. En daarom toch echt even heel veel anders. Oké. Okay. Wie denk je dat het is? En die kijk. Beauty Gloss. Nee, maar het wel iets met de hemd. Het is een verhaal, ja. Beauty Gloss of... Hoe heet ze ook alweer? Hoe heet ze ook alweer? Nee. Ik weet het niet meer. Nee. Vera Camilla. Oh ja, tuurlijk. Oké, nou ja. Oké, ik ga waarschijnlijk echt heel slecht zijn, maar... Oh nee. Nu moet ik. Ja, als het wegvalt is dat wel moeilijk. Ja. En het is moeilijk om hier natuurlijk alles nog steeds draaiende te houden en... Zij? Ja. Is dat... Even kijken wat dat is. Ik wil de naam weten. Pip. Wat? Pip? Nee. Geen keer. Oh. Is dat iemand van Spangas? Nee. Oh nee, ik weet het echt niet. Het is Saktara. Ja. Het is Lisa uit OG. En dan ook nog eens vaak weg te zijn. Ken ik helemaal niet. Ja, ik ben niet echt zo'n... Ken je niet van OG? Ja. Oké, nou jij bent nu. Volgende keer. Oké. Ik had net een goeie. Oké, doe maar. Ja, ik doe even een ander filmpje. Oké. Uit zijn voorouders. Joost heeft een My Little Pony verzameling. Ken je niet. Oké, dat moet kunnen. Joost. Ken ik hem? Good for you. Ik denk het wel. Ja, Husky. Dan kijken we even naar Milan Knol. Milan Knol. Eén keer. Echte naam. Gerard heeft zalm in de supermarkt bij het wc-papier gelegd. Nee, ik weet het niet. Ik heb echt zo'n hekel aan mensen die iets kopen. Ik weet het niet. Jukvogel. Wie is dat? Ik weet niet hoe zijn echte naam heet, maar... Ik ken hem niet. Ken je hem echt niet? Nee. Nou, bij deze. Oké, ik ga nu denk ik niet zo'n hele moeilijke doen. Als ik een video van hem aanzet, dan weet je niet meer. Arme. Weet je dat? Musical.ly. Iemand had zo'n remix daarvan geplaatst. Arme was Ride. Ja. En ik hoorde dat het zelfs een beetje was. Oh, deze weet ik. Is het Dylan? Nee, niet Dylan Hagens, maar die andere. Hoe heet die? Nou, ik weet niet hoe die van Dylan Peace of zo. Dylan Peace, ja. Ja. Dylan Peace. Oké, sorry. Oh, nou moet ik even goed nadenken. Doe het nog wel, maar wellicht doet het niet meer. Ja, als je mijn recente video hebt gezien, weet je dat ik dit allemaal redelijk recent. Weet je het? Ik denk niet dat het Gio is. Is het Gio? Misschien. Ga je dat alsnog vertrekken? Je mag twee keer raden.
Maar als je het zegt, dan zeg ik, oh ja. Nee, ik zeg gewoon Gio. Nee. Wie? Je mag nog één keer gaan. Maar ik weet niet hoe die heet. Geen idee. Zeg maar gewoon. Don. Ja, ik heb wel een keer een video van hem gekeken en ik hoorde echt van, ja, hoe heet hij? Ja, Don volgens mij. Ja. Wie is dat? Yo, damn, ben je verlezen? Zijn we verlezen dit? Dit zijn wel, oh god, die begint meteen naar beneden. Wat een wauwgas, wat een wauwgas. Wat hebben we hier onder? Welkom in de game? Oh god, die gast, is dat een gast fucking op me? Oh, dit is dat explief. Oh, eitje gooien, hè? Eitje gooien. Oké, speed boost. 10 seconden. Oeh. Nee. Nou, ik weet het niet. Link tegger. Ja, hoe moet ik dat nou weer weten? Weet ik niet. Nee, nou weet ik niet. Nou eens even kijken, hier komt een jongen! Hé, hey, wacht, hoe sla je? Oh, zo. Jij mag gewoon met je muis. Hey! Nou, zet dat nog weer op. Hé, hey, je bent helemaal fijn! 10 seconden. Dat is alleen maar gelach. Je leeft, zeg, pas op. Pascal? Gewoon je, oh, je kan je ledemaas verliezen en je moet gewoon het hele parcours aflopen. Dus weer helemaal leuk. Dan natuurlijk Sky te blijken op het is een keer wat anders dan normaal gesproken natuurlijk. En dat zou ik super awesome vinden. Ja, 10 seconden. Pascal? Nee. Volgens mij wel vandaag dat ik zei nee. Misschien. Wie is het? Jeremy? Nee, sorry. Het is Jaroski. Dat ken ik niet. Jaroski? Nee. Daarom leek het mij dus een goed idee om een eigen kanaal te beginnen met mijn eigen muziek. Kunnen hier dus geen andere video's verwachten dan... Ja. Nee, oké. Okay. Ja, ik wist echt niemand anders. Oké, okay, dan weet ik er wel één. Oh nee. Sorry. Ja, wat ik nou echt leuk vind om te doen, dat is wel echt voetbal. Oh ja, ja, ik ook. Wow, vet, ja, het is gewoon echt zo voetbal. Ja, heel erg leuk. Ja, ik vind het eigenlijk even leuk als het mijn doet. Maar... Nee, ik wacht. Wat? En wat gaan wij doen in deze video, Mat? Hallo mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van dag. Een beetje. Lekker. Door die intro, hè? Nee. Oh. Wauw. Hoe heet ze ook alweer? Die grote, hele dikke lippen. Ik vind het echt een hele mooie pastelgroene kleur. Hou ik echt van. Maar het is nu wel heel erg vloeibaar, dus ik doe het nog even in de vriezer en dan wordt het weer ijs. Ja, dat was die. Ik weet niet hoe ze heet, maar het is... Nee, zeg maar. Beautiness. Nee, is dat zij? Ja! Hè? Ze ging ijs maken, Skittles ijs. Nou weer. Filipinos. Yes. Oh, dit gaat zo zoet. Ik krijg jullie niet door hoor. Ah, oh, wat schattig. Het ziet er leuk uit, maar het is niet gekregen. Hi. Kan je in een notendop uitleggen wat de serie inhoudt? Oh. Dat was het. Maar is het de jongen? Ja. Kijk. Nee. Oh, fuck it, over mijn brood. Zo jammer dit. En dit is ook echt lekker champagne, dus het is gewoon zonde. Trouwens, over champagne. Is het heel goed? Nee. Nog één keer. Wat doe je, schat? Is het Harm? Nee, dat is Nana. Vanochtend niks. Ken ik niet. Vast wel, kijk. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Yo, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En abonneer. Tot de volgende keer. Doei!